Goed zo. Laatste. Hop. Netjes. Heel goed. Ik ben Nuske Fontijn, ik ben bokser. Ik heb meegedaan aan EK's en WK's en Europese titels behaald, WK-medailles en 2 medailles op de Olympische Spelen. We gaan vandaag eerst de boksschool in en vervolgens ga ik met Rob mee naar zijn werk. Ik ben Rob Daatselaar, senior jurist arbeidsrecht bij het Legal Office van IJFEL. Van vandaag verwacht ik een heel leuke inkijk te krijgen in de bokswereld van Nuske. Ik hoop er ook wat van op te kunnen steken. En ik hoop ook dat voor haar ook duidelijk wordt wat zo'n beetje mijn wereld is, de wereld van IJFEL. Hi Rob. Hoi Nuske, leuk je weer te zien. Yes, leuk dat je er bent. Kom de ring in. We gaan starten met touwtjes springen zo meteen. En daarna gaan we nog even alle gewrichten goed losdraaien voordat we echt de handschoenen aandoen. Oké, okay, prima. Yes? Ja. Oké, okay, let's go. Oké. We zijn al aardig warm. Hoe ben je ooit begonnen als jurist bij IJFEL? Ik heb ooit rechten gestudeerd en na een aantal jaren bij andere werkgevers te hebben gewerkt, heb ik gesolliciteerd. En tot mijn grote vreugde aangenomen voor het Legal Office van IJFEL. En wat vind je er leuk aan? Nou, het gaat vooral om het goed kunnen helpen van mensen die dus een geschil hebben en daar in problemen zijn geraakt. En als ik recht kan breien wat krom is, dan zijn de klanten heel erg blij en dan ben ik zelf ook happy. Je moet ook het goede voorbeeld geven voor junior juristen. Dat probeer ik ook zoveel mogelijk toe te passen in mijn dagelijkse werk. Hoe ben je ooit met boksen begonnen? Ik ben gestart met taekwondo en puur om daar beter in te worden ben ik hier de boksschool binnengelopen 14 jaar geleden. Toen werd ik helemaal verliefd eigenlijk op dit spelletje en het was wat professioneler dan het taekwondo en ik had al heel snel mijn eerste wedstrijd. Toen bokste ik in Stockholm tegen een ex-wereldkampioene. En ik had van tevoren eigenlijk nooit verzonnen dat ik daarvan zou kunnen winnen. Maar dat deed ik wel. En dat veranderde eigenlijk alles. Dat je dacht, oké, als ik van een wereldkampioen kan winnen, dan ligt er misschien voor mij ook wel een heel mooi pad open. Even een testje doen. Ik wil je vragen straks de handschoenen aan te gaan doen en dan ga ik een combinatie noemen en die mag jij eerst uitvoeren. Daarna ga ik wat tips geven en dan gaan we kijken of we dat kunnen verbeteren. Wat ik nu van je wil vragen is om je zometeen een bokshouding aan te nemen en dan wil ik een 1, 2 en een hoek zien. Dus 2 directes en een hoek. Kom. Hop, hop, hop. Juist. Klinkt al mooi, hè? Ja. Mag nog ietsje sneller. Tak, tak, tak. 1 combinatie. Hop, hop, hop. Mooi. Nog een keer. Super. Aandachtspunten. Die bokshouding zijn goed, linkerbeen voor. Dat is eigenlijk gewoon een grote stap. Zorg dat je voeten niet op één lijn staan. En dan die hoek. Die is al bij je kin. Hop. Knokkels omhoog. En zorg vooral dat die andere hand bij je kin staat. Wat we zojuist gedaan hebben, dat was eigenlijk puur techniek. Maar voor boksen heb je ook een hele goede conditie nodig. Dus moeten we ook jouw conditie gaan testen. En dat gaan we nu doen. Oké, okay, doen we. Oké, okay, Rob, there you go. Hop. Wat is je beste kwaliteit? Betrouwbaar. Waar komt de naam IJFEL vandaan? Van Gustav IJFEL. Netjes. Waarom ben jij een goede legal consultant? Veel ervaring. Hou vol, kom op. Sloddervos of overdreven perfectionistisch? Overdreven perfectionistisch. Is legal consultant een sociaal vak? Ja, zeker. All right, and time. Good job. Netjes. Je bent ook betrokken bij IJFEL. Hoe is het voor jou om die lezing bij IJFEL te geven? Ja, hartstikke leuk. Jullie hebben ontzettend veel medewerkers en ook allerlei verschillende medewerkers. Dus soms heb je te maken met een groep die pas net bij jullie werkt of anderen die er al veel langer zitten. En het is heel leuk om dat soort dingen te delen, om levenslessen en vooral ervaringen uit te wisselen. Oké, ik heb je nu een aantal tips gegeven. Dan gaan we eens even kijken of je die aandachtspunten erin kunt gooien. 3 keer zo hard en zo snel mogelijk. Ja. Hop. Hop, goed zo. Laatste. Hop, netjes. Heel goed. Rob, je hebt een flinke verbetering laten zien. Netjes. Ja, ik ben er blij mee. Hartstikke bedankt voor jouw tips. Ik heb er veel van opgestoken. En dan kunnen we eens gaan kijken waar ik zoal uithang. Zo, dus hier werk jij. Ja, dit is een van onze flexplekken. En waarom dan specifiek IJFEL? Er is heel veel mogelijk. Je hebt talloze ontwikkelingsmogelijkheden. De werkdagen zijn zeer gevarieerd. Naast uiteraard dat je dossiers bij moet houden, zijn ook vele werkdagen dat we ons bezighouden met een echte zaak. Dus dat we naar de rechter moeten. En heb je dan misschien een voorbeeldzaak voor me?
ja, de auto van de zaak. Ik heb een keer een klant bijgestaan en die was dus elders in dienst gekomen tegen een lager salaris, maar wel met de auto van de zaak. En toen ging het in één keer slecht met dat bedrijf en toen wilden ze in één keer die auto terug hebben. En toen kwam er een brief van een advocaat en die gaf aan van u moet nu de auto teruggeven. En toen kwam de zaak bij ons, bij mij, en die heb ik toen behandeld. En in deze zaak ging het dus over een redelijkheidstoets. En dan legde de rechter het op de weegschaal met de concrete feiten en omstandigheden van het geval. En dan zal de rechter uiteindelijk de afweging moeten maken. Een goede legal consultant heeft natuurlijk vakkennis, heeft overzicht en zorgt ook voor tevredenheid van de klant. En wat zijn dan de stappen die daarvoor zitten? Heel erg belangrijk is natuurlijk een goede dossiervorming. En dan staat ook zwart op wit. Jouw standpunt, jouw extra argumentatie. En het voordeel daarvan is ook dat je dan niet afhankelijk bent van de aantekeningen die de griffier misschien wel of niet maakt. En of dat de griffier het wel allemaal goed begrijpt. En dat past ook natuurlijk een beetje binnen het stramien van Eifel. Voorblijven en niet bijblijven. Je bent dan heel veel problemen voor. Ja, bij ons is ook na aanloop naar een wedstrijd is eigenlijk zorgen dat je de concurrentie voorblijft. En vooral heel hard werken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe onze case afloopt. Dan moeten we naar de rechtbank. Oké. Zo Rob, daar zijn we dan. In Rotterdam, gerechtsgebouw. Onze case, hoe zou dat hier binnen nou aflopen? Ja, de rechter moet natuurlijk een oordeel geven. Beide partijen hebben hun standpunten bepleit. En uiteindelijk was de uitkomst dat de klant de auto van de zaak mocht behouden. Want het werd beschouwd als een primaire arbeidsvoorwaarde. Dus eind goed, al goed, zaak gewonnen. Nice. Dus wat zijn jouw toekomstplannen? Ja, heel anders dan de sport natuurlijk. Dat ben ik in de zomer gestopt. En nu vind ik het tijd om mijn eigen verhaal mee te brengen en aan andere mensen te vertellen. Ook dingen zoals hoe je klappen kunt incasseren en juist kunt counteren of het vormen van een team. En al dat soort belangrijke elementen die je in de ring nodig had, maar denk ik ook in je werk en ook in je privéleven overeenkomen. Ja. En hoe zie jij jouw toekomst? Ja, sowieso voor Eifel steeds nieuwe impulsen blijven geven. Vooral voor het legal office, dat meehelpen uitbouwen. Heel graag ook de connectie blijven houden met de topsporters. En in ieder geval een stabiele organisatie waar het ontzettend fijn werken is. Gelukkig is het geen echte zaak vandaag en hoeven we niet naar binnen. Maar ik vond het wel heel leuk om een kijkje te krijgen in jouw werkende leven. Heb je mijn arena ook gezien? Ja, ik heb die van jou gezien.